Ik ben Cyrilla van der Donk. Meer dan 50 jaar had ik een innige band met mijn moeder. Maar na haar dood wist ik nog steeds niet wie ze werkelijk was. Mijn naam is Marcel Maassen. Ik schreef dit boek wat mama niet vertellen kon over de zoektocht van Cyrilla en mij naar het levensverhaal en de ware identiteit van haar moeder. Haar moeder had haar achternaam zelf verzonnen. De namen van haar vader en moeder wilde ze nooit verklappen. En dat gold ook voor de plaats waar ze geboren was en het land waar ze geboren was. Waarom was haar verleden zo geheim? Waar was deze moeder bang voor? Haar verhalen waren altijd vaag, zonder controleerbare feiten. Ze beweerde dat ze als baby van 6 maanden oud werd gestolen van haar ouders in Amsterdam tijdens de Olympische Spelen van 1928. Het kostte mij niet veel moeite om aan te tonen dat ze dit verhaal verzonnen had. En ze vertelde ook dat haar pleegouders, zoals zij deze mensen noemde die haar hadden gestolen, haar meenamen ergens naar het oosten van Duitsland waar ze opgroeide. En toen zij 1 jaar of 11 was, werden deze pleegouders vermoord door de nazi's. Zelf kwam ze toen bij boeren terecht waar ze werkte gedurende de oorlog. En na de oorlog wilde ze per se naar Luik, want daar woonden vrienden van haar. Maar daar kwam ze niet terecht. Ze kwam niet verder dan Eindhoven. Ik wilde eindelijk weten wie mijn moeder werkelijk was en wat ze had meegemaakt. Alleen zo kon ik haar en misschien ook mezelf beter begrijpen. Cyrilla verzorgde haar moeder tot haar dood. En zelfs op haar sterfbed weigerde haar moeder te vertellen wie zij werkelijk was. Het verhaal van Cyrilla en haar moeder greep mij zeer aan. En tijdens onze zoektocht heb ik menigmaal gedacht, wat weet ik eigenlijk van mijn eigen moeder, van mijn eigen vader, van degenen die mij dierbaar zijn. Een prachtig beschreven ontdekkingstocht naar het leven van mijn moeder. Dat leven bleek verknoopt te zijn met de grote gebeurtenissen van de Europese geschiedenis in de 20e eeuw. In Wat Mama Niet Vertellen Kon beleef je onze zoektocht met ons mee. De hoogtepunten, maar ook de vele teleurstellingen, de vondsten en uiteindelijk de doorbraak. Je zou dit een literaire non-fictie detective kunnen noemen.